Kan je hoge noten krachtig zingen en met meer volume? Dat is wat je in deze aflevering te weten komt. Hier gaan we. Zangles met Maggie.be. In deze aflevering leer je hoe je met meer volume in je kopstem kunt gaan zingen, zodat je die hoge noten met meer kracht, maar ook met minder spanning, kunt gaan zingen. Dus heel vaak beginnende zangers die gaan de fout maken van niet weten wat die verschillende registers zijn. Dus daarnet heb ik het gehad over kopstem. We hebben ook borststem, we hebben ook mixed voice. En beginnende of onwetende zangers die weten niet goed wat al die verschillende registers zijn. Een andere fout dat die beginnende zangers maken, is om niet op tijd te schakelen tussen die verschillende registers. En dat is heel ambetant, want als je niet op tijd schakelt, kan je met heel veel spanning blijven. En dat zorgt dan weer voor een belasting van de stem. Dat willen we niet. Een andere fout, en die heb ik zelf ook gemaakt toen ik nog maar net startte met zingen. En die fout was om niet te willen zingen in kopstem. Dus misschien weet je al wat kopstem is. En als je dat nog niet weet, dat is oké, we gaan het daar straks over hebben. Maar ik weet nog, als beginnende zanger, wou ik absoluut niet in kopstem zingen. Want mijn kopstem die klonk heel luchtig, heel onstabiel. Ik had daar precies geen controle over. En die klonk ook nergens naar. Ik heb onlangs met iemand samengewerkt en die vertelde, ze zei van ja, dat lijkt of mijn borststem zo aan een boer is en de kopstem is zo aan een hele depri-prinses. Dus zij beschreef dat ze precies twee stemmen had. Dat is ook misschien iets dat jij ook kunt herkennen, want ik had dat enorm in het begin. En dus, omdat we dan voelen van ah, dat zijn precies twee verschillende stemmen, ik ga die kopstem niet gaan aanraken. Dat is een fout die beginnende zangers heel vaak maken. En dan een andere fout die ze heel vaak maken, is om te gaan duwen op de stem. Dus in de hoogte, hoe hoger dat we gaan, die beginnende zangers die gaan duwen, die gaan er zoveel spanning op zetten om die hoge noten eruit te halen. Terwijl hoge noten heel ontspannen zouden moeten voelen en zouden moeten klinken tijdens het zingen. Dus als we al die fouten niet meer zouden maken, dan bevinden we ons in de wereld van de zelfzekere zanger. En de zelfzekere zanger, ja, die is zich heel bewust van de verschillende registers. En die weet ook waar dat die schakel zit. Tussen borststem, tussen mixed voice, tussen kopstem, naar fluitregister. Die weet heel goed, op dat moment zit mijn schakel. De zelfzekere zanger die traint ook die kopstem. Dus de beginnende zangers die zijn misschien een beetje bang om in die kopstem te gaan zingen. De zelfzekere zanger die gaat daar net voor openstaan. Die gaat die kopstem gaan trainen. Die gaat ervoor zorgen dat die stemspier sterk genoeg wordt, zodat hij die kopstem controle kan hebben en dat hij daar kracht in kan gaan steken. En dus als zeker zanger, wat hij ook doet, is van zodra dat hij spanning voelt, hè, bijvoorbeeld in de hoogte, gaat hij op zangtechniek steunen en bijvoorbeeld schakelen naar mixed voice of naar kopstem om met meer ontspanning te kunnen gaan zingen. Dus eens dat we dat hebben, in de wereld van de zelfzekere zanger, dan ervaren we pas die stemvrijheid tijdens het zingen. Stemvrijheid, dat is de vrijheid om alles te kunnen zingen dat je wilt. Hoge noten, lage noten, alle noten ertussen. En dat is natuurlijk waar dat we naartoe willen gaan. Dus hoe geraken we daar? Dat is de volgende vraag die dan heel vaak opkomt. Kijk, hè, we moeten drie grote stappen doornemen. De eerste grote stap is te snappen en voelen dat je verschillende stemregisters hebt. En wat bedoel ik met registers? Je hebt zo'n termen als borststem, mixed voice, kopstem. Het is snappen dat die er zijn en voelen waar dat die bij jou zijn. Dus laten we starten bij de twee grootste. En dat is borststem en kopstem. Dus geef mij eens een hele ontspannende Dat is je borststem. Nu, veel mensen die voelen dat ook hier in hun borstkas trillen. Daarom hebben ze daar jaren geleden de term borststem opgeplakt. Heb je dan verschillende stemmen, borststem, kopstem, mixed voice? Nee, je hebt maar één stem. Dat zijn die twee stembanden, rekkertjes in ons strottenhoofd. Maar omdat het hier trilt, hebben ze daar de term borststem opgeplakt. Geef mij nu eens, dat is uw kopstem. Sommige zangers die voelen dat trillen in hun hoofd ergens. Sommigen hier, anderen tussen de wenkbrauwen, anderen in het midden van hun hoofd, sommigen zelfs daar. Aan jou, hè, het kan zijn dat je de trilling ook voelt, of misschien helemaal niet. Er is geen juist of fout. Hè. Maar dat, hopelijk voel je en of hoor je het verschil tussen en joehoe.
Dat is stap 1. Dat je daar het verschil in hoort en voelt als je het zelf gaat doen. Dan kunnen we naar stap 2. En dat is om onze kopstem te gaan activeren. Dus zingen in kopstem is niet voor iedereen een gegeven. Hè? Veel mensen zingen in borststem. Logisch, want dat is ook onze spreekstem. En dan is de link naar het zingen heel snel gemaakt. Dus kopstem, het kan ook zijn dat je altijd in kopstem zingt. Hè? Sommige zangers die doen dat. Hè? Dat is bij iedereen anders. Alleszins, waar dat je ook bevindt in je zangstem, wij gaan proberen die kopstem te gaan activeren. We gaan werken met Relax, Take It Easy van Mika. Heel simpel. De enige tekst die je zou moeten onthouden is Relax, Take It Easy. Het gaat als volgt. We doen. Relax, take it easy. Tot daar. Nu, in plaats van easy, gaan we beginnen met oe. Relax, take it ooh. En je zou moeten voelen dat op de oe onze kopstem actief wordt. Probeer eens. 1, 2, en. Relax. Take it ooh. Joehoe. Dat is dezelfde plek. Joehoe. Zelfde plek. Nu in plaats van een oeh, gaan we daar easy van maken. Maar we willen op diezelfde plek zijn. En weer al, het kan zijn dat je kopstem luchtig, onstabiel voelt. Laat het allemaal maar gebeuren. Hoe meer dat we daarin gaan zingen, hoe sterker dat die stemspieren worden, hoe meer controle je gaat hebben, hoe minder lucht, hoe meer stabiliteit dat je gaat hebben. Oké, hier gaan we. 2, 3, en... Relax, take it easy. Dat is pure kopstem. Tot daar zijn we mee, hè? Oké, dan stap 3, want het gaat over krachtig zingen in kopstem. Wat kan helpen, is een beetje twang gaan toevoegen. Nu, alles over twang heb ik al in een vorige aflevering uitgelegd. Dus dat ga ik hier nu in detail verder vertellen. Maar twang, heel kort uitgelegd, dat is een hele lelijke heks. Probeer eens. En de truc hier is om twang te gaan toevoegen boven je kopstem. Dus we zingen in kopstem en daar zetten we twang bij. Nu, opgelet. Heel veel zangers die gaan door het toevoegen van twang terug in borststem vallen. Dat willen we niet. Wij willen in kopstem blijven. En twang eraan toevoegen. Ja, dus ik laat je zoeken. Dan krijgen we... Relax, take it easy. Nu ben ik aan het overdrijven. Hè. Easy. Dat is twang. Laten we ook even overdrijven dat je het voelt. Kopstem met twang op de Relax, Take It Easy. 1, 2, en. Relax, take it easy. Nu heb ik enorm overdreven. Maar hopelijk voel je die plek. Nu gaan we het mooi maken. Dus van die twang, 100%, gaan we naar 60%. Dus dat die twang aanwezig is, maar dat het mooi klinkt. Hier gaan we. En. Relax, take it easy. Geweldig. Halftoontje hoger. Hoe hoger we gaan, hoe moeilijker het zou kunnen worden. Hier gaan we. En relax. Take it easy. Halftoontje hoger. En het kan helpen om je mond heel breed te gaan zetten. Precies of je hebt een grote glimlach op je gezicht. Oké. Okay. 1, 2, en relax. Take it easy. Alright, zo gaan we door. De laatste. En relax. Take it easy. Ja, kopstem met twang. Als ik die twang niet zou doen... Relax, take it easy. Hier klinkt ze heel luchtig, hè, mijn kopstem. Met twang. Easy. Zonder twang. Easy. Hoor je het verschil? Dus ik daag je uit om daar thuis ook mee te gaan spelen. Hoe klinkt het met lucht? Hoe klinkt het zonder lucht? En hoe... met twang, zonder twang. En hoe kan je die twang gaan blijven toepassen? Dit nummer is trouwens geweldig om dit overal te gaan toepassen. Dus dat zijn de 3 grote stappen die we nodig hebben om volume in kopstem te gaan zetten. Ten eerste, snappen dat er verschillende registers zijn. Ten tweede, je kopstem gaan activeren. Niet bang zijn om in kopstem te gaan zingen. En ten derde, die twang gaan toevoegen. Nu, het probleem hier, dit is heel zangtechnisch. En we moeten beginnen bij de basis van de basis, om dit te kunnen gaan opbouwen. Dus ik zie zangtechniek als een rugzak, waar je dan verschillende zangtechnieken uithaalt. En dit zijn al vrij gevorderde zangtechnieken. Dus als je graag samen heel dit wilt gaan opbouwen, dan nodig ik je heel graag uit voor de Zelfzeker Zanger Bootcamp. In die bootcamp ga je groeien van die beginnende onwetende zanger naar de Zelfzekere Zanger. Waar je vrij kunt gaan zingen, kunt gaan genieten van het zingen, vol zelfvertrouwen kunt gaan
zingen, maar ook zangtechnisch sterk in je schoenen kunt gaan staan, zodat je die stemvrijheid gaat ervaren, zodat je je stem kunt gaan beheersen, zodat je zuiver kunt gaan zingen. Daar komen al die zangtechnieken aan bod. Dus ik nodig je er van harte voor uit. Het is helemaal gratis. zanglesmetmaggie.be/bootcamp. Ik hoop je daar te zien. Ik hoop dat we verder kunnen samenwerken daar. En zo niet, zou ik zeggen, geniet nog van jouw week. En hopelijk tot volgende week. Dag! Zangles met Maggie.be.